nu niet langer in spanning houden. We gaan bekendmaken welke drie projecten er doorgaan. Op de eerste plaats, willekeurig, Theo. Theo staat voor therapeutische jongeren en streven er eigenlijk naar om alle jongeren tussen de 10 en 20 jaar toegang te kunnen geven tot therapie. Het tweede project dat doorgaat is Vriend. En Vriend gaat eigenlijk vooral om vroegdetectie bij jongeren met een psychose. En dan, last but not least, Speak Up, Speak Out. Waarbij het eigenlijk vooral gaat om vroegpreventie in een schoolse context. En wat wij als jury zeer sterk vonden, was dat eigenlijk heel hard werken rond het verbreken van taboes. Dus een heel dikke proficiat aan alle drie projecten. En dan kan ik maar één ding zeggen. Tot 9 november. En vooral ook niet vergeten te stemmen op www.openmindawards.be. Daag!